Bert en Thea, allebei 50 jaar, gaan voor een algemene medische controle naar de arts. De arts onderzoekt eerst Thea, en na een aantal standaardmetingen hoort Thea dat haar hart in orde is. Opgelucht gaat ze naar huis, maar krijgt kort daarna plots een acuut hartinfarct en overlijdt ter plekke. Ondertussen krijgt Bert te horen dat ook zijn hart in orde is. En hoewel hij wel veilig thuiskomt, voelt Bert een tijdje later hevige pijn in zijn borst. Een deel van zijn hartspier blijkt door zuurstoftekort beschadigd. En zelfs na een bypassoperatie is Bert blijvend verzwakt en een van de miljoen chronische hartpatiënten in Nederland. Hij kan veel minder dan vroeger en moet het voortaan rustig aandoen. De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Een op de drie mensen overlijdt als gevolg van deze aandoeningen en het aantal chronisch zieken stijgt. Door artsen is nu helaas nog niet goed te voorspellen welk risico iemand loopt. De Hartstichting geeft daarom financiële steun aan wetenschappers die onderzoek doen naar opsporing, behandeling op maat en werkelijke genezing van hart- en vaatziekten, zodat de arts tijdig kan ingrijpen om onnodige schade, zoals bij Bert en Thea, te voorkomen. Onze droom is dat uiteindelijk niemand voor zijn 75ste ziek wordt of overlijdt aan hart- of vaatproblemen. Dus ook Bert en Thea niet. Als onze droom werkelijkheid wordt, wijst analyse van een druppeltje bloed bij Thea uit dat ze wel degelijk een verhoogd risico loopt op hartproblemen. Ze krijgt nu op maat medicijnen voorgeschreven, vertrekt opgelucht naar huis en ontwikkelt dit keer geen hartklachten. Ook bij Bert zal de arts, na gebruik van nieuwe innovatieve technieken, nu wel een hartprobleem signaleren. En daarom krijgt hij tijdens een kleine operatie een nieuw stukje hart dat is gemaakt van zijn eigen lichaamcellen en kan ook Bert. Bert? Ah, en kan ook Bert vervolgens zijn leven voortzetten zoals hij altijd al deed. Dankzij financiële steun van onze donateurs zijn op dit moment honderden onderzoekers in Nederland dagelijks bezig om deze droom waarheid te laten worden. Help mee, steunonderzoek naar hart- en vaatziekten.